Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik een beetje hebben over introvert zijn. En ja, dit is best wel voor mij ook best wel een persoonlijk thema. Want zoals jullie misschien wel of niet weten, misschien denken jullie dat wel niet van buitenaf, ben ik best wel introvert. En ik heb met veel mensen hierover gesproken en ik heb toch wel gezien dat dit een video gaat worden voor jou als introvert persoon waarschijnlijk. Of je bent een extrovert persoon die af en toe wat introvert trekjes heeft. Wat het ook maar is. We gaan eens kijken naar, oké, hoe kun je nou in dit leven als een introvert leven? Want laten we heel eerlijk zijn, als ook voor mij, als ik om mij heen kijk, dan lijkt het heel erg van buitenaf soms dat extravert zijn, dat je bijna extravert moet zijn. Hè? Dus als jij vrienden wilt creëren om je heen, ja, dan moet je al bijvoorbeeld sociaal zijn. Want ja, je moet toch naar bijvoorbeeld de bar toe of naar dit toe, om mensen te ontmoeten, om vrienden te creëren. Er zijn een aantal dingen waardoor je het gevoel kunt krijgen als introvert dat je bijna wel extravert moet zijn. En soms kan het ook best wel handig zijn. En tegelijkertijd hoeft dit niet. En dat is wat ik wil laten zien in deze video. In deze video wil ik het daarom met je hebben over eigenlijk de kracht van introvert zijn en hoe je dat toch kunt gebruiken. Ook al is de wereld heel druk aan het worden, lijkt het alsof we steeds meer die extraverte kant op gaan. Ik denk dat er een grote kracht zit in ook gewoon jezelf blijven natuurlijk. Introvert of extravert. Maakt niet uit wie je bent, maar door jou, door te blijven wie jij bent en dat ook als kracht in te zetten. En dat je dat ook bijvoorbeeld op sociaal vlak gewoon kunt blijven doen. Het eerste wat ik daarin wil meegeven is dat er niets mis met je is als je introvert bent. Dit is misschien een gevoel wat je zelf kunt krijgen. Dit is ook waarom ik het nu met je bespreek. Dit is wat ik wel eens heb gevoeld. En wat ik af en toe nog wel eens voel. Dat ik denk van ja, is er iets mis met mij? Dat ik niet naar al die parties wil gaan. Dat ik niet naar al die verjaardagsfeestjes wil gaan of... Weet je wel, dat ik ook, ik wil gewoon ook mijn eigen ruimte hebben. Of mijn eigen stille ruimte misschien. En dat heb ik best wel eens zo gevoeld. Dat ik denk, ja, iedereen lijkt dat heel erg leuk te vinden altijd. En ik heb dat niet. Om even een voorbeeld te noemen. Er is dus niets mis met je als dat het geval is. Ja, waarschijnlijk ben je wel in de minderheid. En er zijn ook... Er zijn toch wel wat onderzoekjes hier en daar gedaan. Ook als je met mensen om je heen spreekt, dan zul je toch wel merken dat er meer extraverte mensen zijn dan introverte mensen. En daardoor ben je eigenlijk al in de soort van minderheid. Maar dat maakt dus niks uit. Dus blijf daarbij gewoon heel dicht bij jezelf, zou ik zeggen. Dus er is niks mis met je. Iets anders, sterker nog, ik denk dat je introvert zijn en vooral in, misschien juist wel in deze tijd, dat je dit veel meer als een superkracht kunt zien en kunt gebruiken. Zodra jij beter je grenzen kunt aangeven en ook je eigen regels daarin kunt maken, ja, dan kan dit supersterk voor jou gaan werken. Als introvert zijn natuurlijk, dat weet jij ook. Jij hebt een aantal sterktes die jij kunt inzetten op jouw manier. Misschien is dat niet door heel hard te gaan schreeuwen in een gesprek, maar juist door te luisteren in een gesprek vanuit die stilte jouw kracht in te zetten. En vergeet dat niet. En zo zijn er een heleboel verschillende krachten, daar ga ik nu niet op in, die jij kunt inzetten als persoon, als introvert persoon. En juist ook als we het hebben over bijvoorbeeld de drukte en de prikkels van buitenaf. Als jij je kunt afzonderen van die prikkels door jouw introverte kant veel meer te laten tonen, hoe mooi is dat? Dat is iets wat super veel mensen veel meer zouden willen doen. Dat jij je kunt afschermen van de mobiel, van externe prikkels, bijvoorbeeld het nieuws, van wat andere mensen van bepaalde situaties vinden, dat je dat niet hebt, maar in je eigen bubbel daarin kunt zitten. Super veel mensen die het zouden willen, maar het misschien niet kunnen. Jij kunt dat. Dus iets moois om mee te nemen is denk ik om daar heel goed naar te kijken en dat veel en veel meer voor jou te gaan inzetten. Een eigen voorbeeld wat ik hierin herken is dat ik best wel sensitief ben. Dus dit past, dit is bij mij een combi met het introvert zijn. Maar ik heb mezelf daar nooit heel erg in verdiept, in die sensitieve kant. In het begin niet. En naarmate het meer ging vorderen, denk ik, ja, maar waarom voel ik mij zo sensitief op bepaalde momenten? Dat ik het misschien helemaal niet wil zijn. En ik ben het veel meer gaan omarmen en ik ben het veel meer gaan voelen. En vanuit dat gevoel, bijvoorbeeld, dit kan misschien vaag klinken, maar nu weet ik veel beter dat als ik met iemand in gesprek ben, dan voel ik
de energie in het gesprek. Er is altijd een bepaalde energie in een gesprek. Als jij praat met je beste vriend of jij praat met bijvoorbeeld een kennis, dan is er een verschillende energie in het gesprek. Dat gesprek met die hele goede vriend, dat is boom, dat knalt op, dat is wauw, dit is geweldig. En met die kennis, het is oké, maar het is niet hetzelfde. Het is een verschillende energie. Ik zeg niet dat het ene bijvoorbeeld beter is dan het andere, maar het is een andere energie. En door die energie te gaan voelen, te weten van oké, dit is lekkere energie, dit is niet zulke lekkere energie, kun je dus ook bepalen met welke mensen wil ik mij bijvoorbeeld omringen. En die energie speelt niet alleen een rol bij met mensen omgaan, maar speelt ook een rol in andere onderdelen. Je werk bijvoorbeeld. Wat voor energie voel jij wanneer je aan het werk bent? En is die energie goed of niet? En op basis daarvan kun je ook beslissingen maken en op basis daarvan kun je veel meer in jouw eigen energie komen, omdat je die energie gaat opzoeken. Of steeds meer bezig bent met die energie in plaats van die energie die jou, laten we zeggen, meer negativiteit geeft. Hele mooie dingen die je als introvert persoon, en in dit geval als sensitief persoon, kunt oppakken. Het laatste punt wat ik hier ook wil bespreken is: blijf met jezelf connecten. Als introvert is het nu eenmaal super chill om af en toe gewoon, een avond helemaal lekker voor jezelf te hebben. Pak die avonden ook. Plan ze eventueel zelfs in, hè, en ga dan lekker dingen voor jezelf doen. Ook belangrijk om naar de buitenwereld te laten zien. Maar op hetzelfde moment, als je dan toch met jezelf wilt gaan connecten, kijk dan ook, ik zie dat vaak als een batterij die je met jezelf hebt, hè. Dus je mobiel raakt soms op omdat het veel gebruikt wordt. Zo werkt het ook met jouw lichaam, maar ook met jouw geest en met jouw brein. Als je dat veel gebruikt, dan wordt het uiteindelijk moe en die batterij die gaat leeg. En bij een introvert kan dat in sommige gevallen sneller gaan. En als er heel veel prikkels om je heen zijn, dan kan het zijn dat die batterij sneller leeg gaat. Als de energie niet helemaal goed is in een bepaalde ruimte, dat je denkt, dit is hem niet, kan je batterij heel snel leeg gaan. Iets bijvoorbeeld, als de gesprekken heel erg oppervlakkig zijn, dat is een van de dingen die veel kan gebeuren, veel small talk, dan gaat die batterij heel erg snel leeg bij de meeste introverte mensen. En hierbij is het ook goed om te weten dus, oké, waar zit die batterij op dit moment? Kan ik dit nog aan of niet? Voor mij is het zelfs dat ik, als ik naar bijvoorbeeld een feestje toe ga of naar een plek waar veel mensen bijvoorbeeld zijn, met veel prikkels, dan weet ik soms van oké, het kan zijn dat ik dit misschien maar 2 uur volhoud of 3 uur. Of ik kan het nog langer doortrekken. Maar dan weet ik dat ik dan daarna de gevolgen daarvan ga herkennen. En het is heel goed dus om jezelf daarin te kennen van wanneer wordt mijn batterij leeg en hoeveel kan ik zelf aan. En daar dus je grens dan ook op te stellen en te weten dat daar die grens zit. Of je gaat over die grens heen, wat oké kan zijn. Maar dan weet je dus, de volgende dag heb ik daar bijvoorbeeld last van, of diezelfde dag nog. Het is gewoon goed om dat in gedachten te houden. En ik denk dat als je deze dingen doet, wat ik nu heb besproken in deze video, dus even heel kort, te weten dat er niets mis met je is, belangrijk. Of natuurlijk, en gewoon te accepteren wie je bent. Dit geldt ook voor extraverte mensen, dit geldt voor iedereen. Het tweede punt is dat jij kunt gaan kijken naar jouw eigen superkrachten als introvert persoon. En hoe kun je die zoveel mogelijk optimaal inzetten. En een laatste punt is, blijf met jezelf checken. Blijf met jezelf die batterij die je met jezelf hebt, je persoonlijke batterij. Blijf checken van oké, waar zit mijn energieniveau? En hoe kan ik mezelf dus omringen met veel meer met die hele lekkere energie? Maar ook hoe kan ik mezelf weer opladen? Net zo belangrijk. En als je deze onderdelen gaat aanpakken, dan denk ik dat jij als introvert, zelfs in een hele drukke wereld, nog steeds heel erg jezelf kunt zijn en vanuit jouw eigen persoonlijkheid een fantastisch leven kunt creëren. En zelfs misschien nog wel veel mooier gewoon door te weten wie je bent en daarmee aan de slag te gaan. Dit was een video over introvert. Wat ik sowieso benieuwd ben is, ben jij introvert of extrovert? Laat het me hieronder even weten in deze video, want misschien kijk je als extrovert juist mee om meer te weten over een introvert. Of denk je dat je een introverte kant hebt, of wat voor andere reden dan ook. Laat het me hieronder even weten, ik ben benieuwd. Als jij meer video's zou willen krijgen over die introverte kant, laat het me hieronder ook weten. Ik speel met de gedachte om hier meer over te delen, omdat ik toch veel gesprek heb met mensen hierover en dit best wel een dingetje is. Dus laat mij dat ook weten. Vond je dit nu waardevolle, interessante video?
abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. Dat kan ook hieronder ergens. En dan krijg je meer inzichten en tips en video's over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen en alles wat daarmee te maken heeft. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer gewoon weer te zien. Denk groot, start klein.